Welkom bij alweer de 23e StayFit Judo Training vanuit Hoogvliet, Rotterdam. Zoals de afgelopen 22 keer gaan we vandaag weer keihard tegenaan. En in de warming-up gaan we vandaag gebruik maken van het elastiek. Dus pak het elastiek erbij. En als je het elastiek hebt gepakt, gaan we beginnen. Dan kan Melchior er weer bij komen. En dan gaan we beginnen met joggen op de plaats. Om even lekker warm te worden. Dus pak je elastiek erbij, want er zitten wat oefeningetjes met het elastiek in vandaag. En we gaan hetzelfde als afgelopen vrijdag weer blokjes maken van 3 oefeningen. Dus het wordt weer echt pittig vandaag. Oké, de eerste oefening. We gaan zo meteen 10 keer zijwaarts. Dat hebben we al heel vaak gedaan. 10 keer, meter of 2, tikken we zijwaarts aan. 3, 2, 1 en daar gaat hij. En we joggen weer verder. En dan komt hij de tweede keer. 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. Oké, keurig. De tweede oefening. We maken zo meteen een sprongetje naar voren en dan jog je terug naar achteren. Dan spring je weer naar voren en dan doen we 10 keer. Melchior doet het even 1 keer voor, hij maakt een sprongetje, hup, jog achteruit. Hup, dit doen we 10 keer. Oké, 3, 2, 1 en daar gaat hij. Hup. Niet te ver naar achter lopen dat je ineens bij iemand op schoot zit die op de bank zit of dat je zelf op de bank zit. Oké, heel goed. Daar komt hij zo meteen de tweede keer. 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. Oké, en we joggen weer. Dan mag je thuis het elastiek erbij pakken. En doen we natuurlijk andersom. Want we gaan 10 keer op de plaats even de armen aantrekken als Uchikomi. Daar gaat hij. 10 keer. Hup. 2. Heel ontspannen. 10 keer. Als je 10 rechts hebt gedaan, doe je 10 keer links. Hoeft niet heel veel spanning op het elastiek te staan. Gewoon even ontspannen. En heb je 2 keer gedaan, 1 rechts, 1 links, joggen we weer verder. En daar komt hij zo meteen de tweede keer. Klaar, go! Op, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en wissel. En op, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, en we joggen weer verder. Heel goed. En daar komt hij zometeen de laatste keer de Uchikomi aantrekken. 3, 2, 1. Yes, daar gaat hij. En de andere kant, heel goed. Oké, keurig. Dan doen we zo meteen de stap en de lunge. Dus ik kom voor, hup, en ik stap. Lunge, hup, om en om. 10 keer. 3, 2, 1, en daar gaat hij. Hup, stap, daar. En jog weer verder. Als je 10 hebt gedaan, jog je weer verder.
En de tweede keer, klaar. En go, daar gaat hij. Oké, de volgende keer, de laatste oefening. Doe met 20 sit-ups. Dus als ik zeg ja, ga je gauw liggen. 20 sit-ups, je voeten gewoon op de grond. Het laatste stukje. 3, 2, 1 en daar gaat hij. En jog weer verder. En de laatste keer. Klaar. 20 sit-ups. En go. Oké, keurig. Oké, dan gaan we naar het eerste blokje. En als je even snel kort wat wilt drinken, kun je wat drinken. De eerste oefening van blokje 1. Het elastiek is in mijn nek. Ik leg de punten op de grond. Daar. Benen zijn licht gebogen. En ik kom daar omhoog. De deadlift. Op en laag. Op en laag. Die doe ik zo meteen 15 keer. Dus ik sta vanaf de zijkant, mijn rug is recht. Op, daar. Op. Op. Oké, dat was oefening 1. Oefening 2 doen we zonder elastiek. Ik begin zo meteen laag. Handen zijn op mijn rug. Ik stap zij en ik blijf laag. Hup. Ik blijf laag. Daar. Dit was 1. Dat doe ik 3 keer. Dus ik loop 3 keer 2 stappen opzij. De laatste oefening van dit blokje is hou de boom vast. 20 seconden. En na 20 seconden geef ik een seintje en dan spring ik op. 5 keer zo hoog mogelijk. En dat was dan oefening 3. Oké, oefening 1, de deadlift. Pak het elastiek erbij. Ik pak mijn timer. De eerste oefening, 15 keer de deadlift. Oké, 3, 2, 1 en start. Daar gaat hij. Nog 5 keer. Voor Melchior althans. Oké, leg het elastiek opzij. We hebben nog 10 seconden. Dan gaan we 3 keer zijwaarts laag stappen. Mag je een beetje aan deze kant beginnen. 3, 2, 1 en daar gaat hij. 1 stap, 2 stap en rustig terug. Blijf laag, hou je knieën gebogen, heel langzaam. Oké, heel goed. De laatste oefening van blokje 1. 20 seconden. Hou de boom vast, armen zijn rond, benen zijn rond. En daarna spring je 5 keer omhoog. Oké, 5, 4, 3, 2, 1 en 20 seconden. Daar gaat hij. Drie, twee, één en 5 keer omhoog. Maximaal omhoog. En 5. Oké, maak je klaar voor de deadlift. We hebben nog 10 seconden.
En 3, 2, 1. Daar gaat hij. Hou je rug goed recht. Je knieën kunnen een heel klein beetje buigen. Daar ja. En vanuit je onderrug en je hamstring kom je recht omhoog. Vijftien keer. En 15. Oké, 5 seconden voor het zijwaarts stappen. Doen we ietsje langzamer als dat we net deden. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Blijf goed laag, de tweede keer. En de laatste, dit is het goede tempo. Je mag niet sneller als Melchior thuis. Oké, maak je klaar voor, hou de boom vast. 5 seconden. En 3, 2, 1, daar gaat hij. Armen zijn rond, je benen zijn rond, je voeten wijzen naar voren, heel goed. Knieën naar buiten en 20 seconden. Drie, twee, één en 5 keer omhoog. En 5, oké, keurig. We pakken weer het elastiek. En 5, 4, 3, 2, 1. En daar gaat hij. Je ziet dat Melchior een beetje zijn benen beginnen te trillen. Dat is goed, hè? Dat is van de oefeningen. Dat kan thuis ook gebeuren. Vijftien keer. 13, 14 en 15. Oké. Dan komen we weer klaarstaan voor de stap opzij. En 3, 2, 1 en daar gaat hij. Hou het tempo van Melchior vol, niet sneller. En de laatste keer. En de laatste keer terug. Oké, keurig. En maak je klaar voor, hou de boom vast. 5 seconden nog. 3, 2, 1. En daar gaat hij. 20 seconden. En sinds vorige week kan Melchior ook zijn handen zo vasthouden alsof hij een stuur vast heeft, want hij heeft namelijk zijn rijbewijs gehaald. Ja. En 3, 2, 1 en 5 keer. Op. En 5. Oké, keurig. Dit was het blokje voor de benen. We gaan verder met het blokje voor de armen en de borstspier. De eerste oefening is lichtsteun hier. En als ik laag ga, doe ik 1 knie omhoog tillen. Op, terug, op, terug, daar. Dus mijn lichaam blijft recht en elke keer als ik inzak, gaat 1 knie gaat omhoog. Dan de volgende oefening is met het elastiek. En ik doe 6 keer... opspanning. 6 keer naar voren. Na die 6 keer doe ik 6 keer om en om. Na die 6 keer om en om doe ik weer 6 keer recht, 2 tegelijk. En als laatste nog 1 keer 6 om en om. Ja? Dus in totaal duw ik 4 keer 6 het elastiek weg.
De laatste oefening in deze is weer een beginnetje met het statische, dus het vasthouden. Ik begin in lichtstand, dan sta ik hoog. Dan zak ik maar 15 centimeter naar beneden, hier. Daar. Dus ik ga niet van beneden en dan omhoog. Nee, ik ben boven en ik zak 15 centimeter. Na 20 seconden duw ik gewoon 5 keer op. En dat was de oefening 3. We gaan beginnen met de eerste oefening. Het opdrukken als je inzakt gaat 1 knie omhoog. Dat doen we 8 keer per knie. Dus 16 keer in totaal opdrukken. En 5, 4, 3, 2, 1 en start. Daar gaat hij. Elke keer doe je je been los, je knie gaat mee omhoog. Je hoeft niet per se het tempo van Melchior, dat kan iets rustiger. Als je 16 hebt gedaan, pak je het elastiek erbij. Zes keer met twee armen tegelijk uitdrukken. Zes keer om en om. Dan nog een keer zes tegelijk. En zes om en om. 3, 2, 1. En daar gaat hij. En 6. En 6, yes. En 6, oké, keurig. De volgende oefening. De lichtsteun. Ik begin van boven en zak 15 centimeter naar beneden. Als ik 15 seconden naar beneden zak, dat is wel heel diep. Dan lig je een etage lager waarschijnlijk. Oké, 5, 4, 3, 2, 1 en zak door. Heel goed. Dus niet heel laag, nee, je bent best wel hoog. Anders hou je ook geen 20 seconden hou je vol. Je mag natuurlijk zelf de grens bezoeken dat je wat dieper wil. We hebben nog 10 seconden, hou vast. En 3, 2, 1 en 5 keer uit. Oké, ontspan even je armen. We hebben nog 15 seconden, want de eerste oefening is weer opdrukken met de knie omhoog. Dus dat is een heel pittig blokje. We hebben nog 3, 2, 1 en daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6. Oké, keurig. We pakken weer het elastiek erbij. Zometeen 6 keer twee armen tegelijk. 6 keer om en om. Dan nog een keer 6, 2 tegelijk. En nog een keer 6 om en om. We hebben nog 5 seconden. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Oké, keurig. Maak je klaar voor de 20 seconden. Ietsjes ingezakt bij de lichtsteun. Tien seconden nog. Vijf, vier, drie, twee, één. En daar gaat hij. Heel goed, je hoeft niet helemaal tot aan de grond te zakken. Van bovenaf 15 centimeter zo'n beetje naar beneden. We hebben nog 10 seconden, hou vol. Blijf drukken, come on. En 5, 4, 3, 2, 1 en 5 keer uitduwen. Op, 2, 3, 4, 5. Oké, de laatste ronde. We beginnen weer met opdrukken. Kom op, pers het eruit. 10 seconden nog. Ik zak in en dan gaat één knie omhoog en de tweede keer andere knie omhoog.
5, 4, 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. Come on. Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Oké. Maak de oefening helemaal af. Hè. Hoe zwaar dat ook is, zorg dat je hem helemaal maakt. We hebben nog 10 seconden voor het elastiek. Drie, twee, één en daar gaat hij. Oké. En de laatste oefening. 20 seconden inzakken. 10 seconden nog. En 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. Hou je lichaam goed onder spanning en goed recht. Niet inzakken. 20 seconden, de laatste 20 seconden voor dit blokje. We hebben nog 10 seconden, kom aan. En 5, 4, 3, 2, 1 en duw uit, kom op. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, keurig. Een heel zwaar blokje dit. We gaan verder met de volgende oefening. Dus de volgende serie oefeningen. Ik pak dit keer het elastiek, maar ik pak hem dubbel. Dus er zijn er 2 en zo hou ik hem met 1 arm vast. Als ik met mijn rechterarm vast heb, staat mijn linkervoet voor. En hier, daar, goed op spanning, ga ik 10 keer aantrekken. Als ik dit 10 keer gedaan heb, wissel ik van hand, hup, en trek ik hier 10 keer aan. En je ziet, er moet echt goede spanning op zitten. Dus als ik hier sta zo, dit heeft niet zoveel zin. Dus echt goed oprekken. De tweede oefening. Ik sta met de 2 uiteinden. Voeten zijn uit elkaar en ik buig naar voren. Daar, mijn rug is recht. Dus ik sta niet met een bolle rug. Ik sta hier recht. Dan gaan mijn armen daar naartoe. Daar trek ik aan. 20 keer. Die kant. Dus mijn elleboog, als ik rechtop zou staan, heb ik hier vast en ik trek naast me daar naartoe. 20 keer. En de laatste oefening is weer hetzelfde. 20 seconden aantrekken. Dus ik heb 20 seconden vast en daarna ga ik 15 kort. Dus ik heb 20 seconden vast en na die 20 ga ik niet naar voren. Nee, ik ga hier vandaan proberen verder naar achter. 1, 2, 3. Heel kort. 15 keer. Oké. Oefening 1. Een dubbel elastiek, 1 arm, 1 been staat voor en hier ga ik aantrekken. Linkerhand vast en rechtervoet naar voren. Ja, andere been naar voren. Yes. Oké. Huh? Klaar. En go, daar gaat hij. Helemaal naast je trekken. Hoeft niet snel. Andere arm. Oké. Dan pak je de uiteinden. En dan staan we zo meteen. Buig je naar voren. Je rug is recht. Ellebogen gaan naast je lichaam. We hebben nog 10 seconden. Drie, twee, één en 20 keer. Helemaal doortrekken, helemaal door. Zo ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kom aan. 7, 8, 9 en 10. Oké.
De volgende oefening. Staand 20 seconden vasthouden. En daarna ga je kleine stukjes 15 keer naar achteren. 10 seconden nog. 3, 2, 1. En trek aan. Hou vast. 20 seconden. Kom op. En 5, 4, 3, 2, 1 en 15 kort. 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oké, heel goed. Daar komt hij. Ja, doe maar zo. Twee handen, één hand, twee elastieken, dat bedoelde ik. Daar gaat hij. 3, 2, 1, 10 keer aantrekken. En wissel. En 1, 2, rustig aan. Oké, heel goed. Elke hand 1 elastiek. We buigen zo meteen voorover. Je rug is recht en je trekt je elleboog naast je lichaam. Nog 10 seconden. En 3, 2, 1, daar gaat hij. Tien, kom aan. 10, 9, 8, 7. Helemaal aantrekken. 20. Zometeen weer 20 seconden vasthouden en 15 keer kort aantrekken. We hebben nog 5 seconden. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Trek aan. En knijp in die handen. En niet het elastiek loslaten. Ook je grip moet sterk zijn. Vijf, vier, drie, twee, één en 15 keer. Drie, vier, vijf. Oké, keurig. Pak weer 2 elastieken in 1 hand. We hebben nog 10 seconden. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Oké. 2 elastieken. Ik buig zo meteen naar voren. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. En 20. Oké, goed zo. Nou, de laatste oefening voor de rug. 20 seconden aantrekken. 15 keer kort naar je toe. En 10 seconden nog. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Blijf goed in je handen knijpen. Blijf je ellebogen naast je lichaam houden. 3, 2, 1 en 15 keer kort.
Oké, heel goed. Dan zijn we alweer bij het laatste krachtblokje. En de eerste oefening is ook weer een nieuwe. Is misschien wat lastig, maar we gaan hem wel proberen. Ik sta zo meteen met mijn voeten ietsjes uit elkaar. En mijn lichaam is in een hoek. En dan zet ik mijn handen op de grond. Daar. Dus ik sta met mijn voeten uit elkaar. Hier. En hier vandaan ga ik mijn neus aan de grond. 1. 2. 3. Als dit nou heel erg licht is, dan mag je ook je voeten op de bank zetten, op een verhoging. Dus dit is een blokje, een oefening voor de schouders. Dus ik hier sta en mijn voeten gaan omhoog, dan kan ik daar perfect ook mijn schouders doen. Ik wil niet hier naartoe. Daar. Nee, mijn billen zijn omhoog. Hier. Op. Op. Daar ga je jezelf opdrukken. En dat doen we 15 keer. Dan de tweede oefening. De tweede oefening. Hou ik het elastiek, ja? Hou ik het elastiek hier vast. En dan ga ik hem hier vandaan onder mijn kin vasthouden. Daar. 20 seconden. Na 20 seconden ga ik hem 5 keer aantrekken. Op. Daar. Dus als ik hier sta, zo'n klein beetje schuin staan. Dan sta ik dus hier omhoog, elleboog zijn daar en dan trek ik hem hier naartoe. Daar. Eigenlijk naar je kin, het elastiek naar je kin. Na deze oefening, na die 20 seconden en 5 keer aantrekken, doe ik 25 seconden uchikomi. Doe ik rechts 5 keer. En daarna links 5 keer. Daar. Ja, dan doe ik het nog een keer rechts en nog een keer links. Tot we bij de 25 seconden zijn. Oké, oefening 1. De schouders. Je lichaam is in een hoek. 15 keer. Dit hoeft niet snel. Je kan het gewoon rustig uitvoeren. Maar je neus gaat elke keer naar de grond. 5, 4, 3, 2, 1. En start. Daar gaat hij. Hou je billen goed omhoog. Vijftien keer. Volgens mij heeft Melchior er 20 gedaan. Ja. 15 keer. Oké. 20 seconden aantrekken. We hebben nog 5 seconden. En het elastiek moet omhoog, hè? 3, 2, 1, daar gaat hij. Omhoog. Nee, hou vast. 20 seconden aantrekken. Hou omhoog. Hoogt ook rechtop. Daar, ja, ja. 10 seconden, kom aan. Ellebogen goed omhoog. 3, 2, 1, en 5 keer. Op. 2, 3, 4, 5. Oké. Dan pak je de andere kant van het elastiek. Voor de uchikomis 5 keer rechts, daarna 5 keer links. 5, 4, 3, 2, 1 en daar gaat hij. En de andere kant. 1. Oké, heel goed. Op naar oefening 1. De lichtsteun gehoekt. Dus dan komt de kracht veel uit je schouders. 5 seconden nog. 3, 2, 1 en daar gaat hij. 15 keer, je neus aan de grond. Hou je billen omhoog. Oké. Deze kant, sorry, die kant. We hebben nog 15 seconden. En 5, 4, 3, 2, 20 seconden aantrekken. Daar gaat hij. Omhoog, zo ja.
Hou vast. 5, 4, 3, 2, 1 en 5 keer aantrekken. Oké, keurig. Pak weer de andere kant. Voor de uchikomi's, 5 rechts, 5 links, 5 rechts en 5 links. Nog 10 seconden. Drie, twee, één en daar gaat hij. 5 keer rechts, 5 keer links. En andere kant. En 5. Oké. Maak je weer klaar voor het opdrukken. 10 seconden. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Neus is weer aan de grond. Kom aan, naar die 15. Oké, goed zo. En 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En daar gaat hij. Hou vast. Tien seconden nog. Drie, twee, één en 5 keer. Op, 2, 3, 4 en 5. Oké. Pak weer de andere uiteinde van het elastiek. We hebben nog 10 seconden. 5 keer uchikomi rechts, 5 keer uchikomi links. En 3. 2, 1, yes, daar gaat hij. En wissel. En weer rechts, yes. En de andere kant. Nog 1 keer 5 rechts. En 1 keer 5 links, de laatste 5, kom aan. En 5, oké, heel goed. Zoals we vorige keer ook hebben gedaan, we hebben nog geen echte buik- en onderrug oefeningen gedaan. Dus we gaan nu beginnen met het blokje romp. De eerste oefening die we gaan doen, we liggen op onze rug. Voeten zijn aan de grond en we gaan 30 seconden de buikspieren aanspannen. Dus we houden onszelf omhoog. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Hou vast. 30 seconden. We zijn op de helft. En nog 5 seconden. Daarna doen we 15 keer onze benen gestrekt omhoog en naar beneden. Daar gaat hij. 15 keer. Handen mogen onder je billen. Ja, zo naast is ook goed. 15 keer. Zorg ervoor dat je rug goed aan de grond blijft. Dus geen holle rug maken. 15 keer. Als je dit 15 keer hebt gedaan, hou je benen omhoog. En 15. Hou je been omhoog. Je handen gaan naar je tenen. En zo kom je 20 keer omhoog. Daar gaat hij. Oké, dan zet je je voet op de grond voor de heuplift.
Armen zijn naast je. Zometeen 15 keer heel rustig je heup los van de grond liften. 3, 2, 1 en daar gaat hij. En 5. Oké, dan ga je handen. Nee, blijf liggen. Hou je handen, ga naar je hoofd. En dan ga je 20 keer kruislinks kom je omhoog voor de buikspier. Daar gaat hij. Omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, dan draai je naar je buik. Handen zijn onder je kin. Daar. En zo hou je 10 seconden zometeen je schouders en je armen los. 3, 2, 1 en daar gaat hij. 10 seconden. Hou aangespannen. 3, 2, 1. Oké, kom weer liggen op je rug. Dan gaan we weer beginnen. 30 seconden de buikspieren aanspannen. 3, 2, 1 en hou vast. We zijn op de helft. Kom aan, hou vol. Vier, drie, twee, één. Oké, benen, daar gaat hij. Vijftien keer. En hou je voeten omhoog. Handen gaan naar je benen. En daar gaat hij. 20. 20. Hou je benen gestrekt. En 20. Oké, voeten op de grond. Handen naast je. Daar komt hij, de heuplift. En start. 15 keer. 5. Oké, handen bij je hoofd. Daar gaat hij 20 keer schuin omhoog. Daar komt hij, de laatste oefening voor vandaag. Ja, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eén laatste oefening. Oké, dan kom je weer liggen op je buik. Handen onder je kin. En dan gaat hij 10 seconden zo meteen aanspannen. 3, 2, 1 en go! Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, heel goed. Dan komen we allemaal weer rechtop staan. Dit was alweer het einde van training 23. Als het goed is, heb je tijdens de training weer allerlei foto's en filmpjes gemaakt. Die je weer kan delen en Melchior en mijzelf daarin taggen. Dus die kunnen we dan vanavond weer zien. Aanstaande vrijdag is weer de volgende training. En dan hebben we weer een speciale gast. Dus hou de social media aan de gaten wie de speciale gast gaat zijn. Oké, we staan rechtop. Ray.